Een geweldig goedenavond. Vandaag in Repo een verslag van de persconferentie van Assise 3 en we gaan op stap met Daphne Palink, Timo Descamps en Helle van der Heijden. Hier achter mij is de ingang van het Hof van Beroep van Antwerpen. Hier vindt de eerste lezing plaats van Hof van Assise 3. Wij zijn alvast benieuwd wie Frank van Laken en James Cook gaan voorstellen als hun nieuwe cast. Waar zeg jij dus? Vertel eens, meneer de Graaf, want het heeft mij eigenlijk altijd gefascineerd. Hoe verloopt zo'n sessie eigenlijk? Meester! Meneer de Graaf, hè? Staat u recht alsjeblieft. Blijft u schuldig of onschuldig aan de u ten laste gelegde feiten? Ik denk dat we met onze Assise 3, de Wurgmoord, dat we onze 50.000ste bezoekers zullen verwelkomen. Want onze andere stukken hebben ondertussen met de tour erbij al zoveel mensen over de vloer gehad. Dus dat is fantastisch leuk. Francesca en Kurt, Assise 3, jullie derde keer ook al, denk ik. Hè? Hoe voelt het voor jullie om weer mogen mee te doen? Ja, ik acteer heel graag met Francesca. En dat helpt. Want het is natuurlijk voor ons een ijzersterk format, maar het is wel al de derde keer. Maar Frank van Laken, die samen met Peter Heumer het allemaal schrijft, is wel zo inventief geweest om er toch weer een andere elan, een andere schwung aan te geven. Dus wij zijn toch wel kwispelend van enthousiasme om er terug aan te beginnen, denk ik. Ja, absoluut. Het is weer een ander verhaal, het zijn weer andere gastacteurs ook. Dus dat maakt het ook wel weer, eigenlijk altijd weer een volledig nieuw theaterstuk. De structuur blijft natuurlijk, ook met de flashbacks en zo. De mensen die al zijn komen kijken, kennen het ook wel. En dat is ook wel fijn, denk ik, dat herkenbaar. Maar de invulling, het verhaal zelf, de moordzaak en de getuigen die worden opgeroepen, ja, dat maakt het weer elke keer een heel ander stuk. En het is ook interactief voor de mensen die in het theater zitten? Ja, het succes van Assise heeft daar heel veel mee te maken. Als wij achteraf met het publiek, met de mensen praten, zij zijn dus de jury van het Assise-proces. Zij voelen zich extreem betrokken. En daarom denk ik dat, ja, we zijn nu een half jaar voor de première en er zijn al keiveel tickets weer verkocht. Dus mensen vinden dat leuk, dat interactieve, zonder te veel mee te moeten spelen. Snap je? Je mag gewoon, ja, je bepaalt of hij schuldig of onschuldig is. En ja, dat vinden mensen wel heel fijn. Ja. Ik mag meedoen, zeg dat wel. Frank van Laken heeft mij daarvoor gebeld. En dan zeg ik, Frank, ja, maar stuur mij eerst het scenario. Vertrouwt je mij niet misschien? Kreeg ik het scenario per mail. En ik heb het gelezen en ik wist het. De rol voor welke hij mij nodig heeft, is iets wat hij aan mij moest vragen. Heb je de andere Assise gezien? Ja, ja. En ik vond het concept anders dan anders. De interactie met het publiek en zo. Maar ik ben ook van nature uit al jaren geïnteresseerd voor de Assise-zaken. Ik ben ook geëngageerd met nu bijvoorbeeld de detentiehuizen die er zitten aan te komen als alternatief op de overbevolkte gevangenissen. Ik doe tour door Vlaanderen met huizen om tour om de mensen toe te lichten dat morgen zo'n detentiehuis in hun tuin kan komen. Ik zeg ze zomaar bijvoorbeeld. Dus de Assise-zaken, ik volg ze op en ik ben blij dat ik zo eens een sappige getuige mag spelen. Sappig tussen aanhalingstekens, want ik ben de getuige, kom getuige van mijn vrouw en over mijn vrouw die vermoord werd. Hè. En waarom moeten de mensen nu eigenlijk komen kijken? Wat is het belangrijkste? Ja, ik denk dat er al heel veel mensen terugkomen die er 1 en 2 hebben gezien. En ik denk dat dat alleen maar kan teasen voor de mensen die nog niet zijn gekomen. Als die altijd al terugkeren, dat wil zeggen dat we iets goed brengen. En daar ben ik zeker van dat we dat nu met een 3 opnieuw gaan doen. Dus daarom zou ik zeggen, allen daarheen en hopelijk verwelkomen ze allemaal in het Elkelijk Theater in Antwerpen. Super, dankjewel. Zo, de cast voor Assise 3 is gekend en wij weten ook al ongeveer hoe het verhaal er gaat uitzien. Maar ik ben er zeker van, jullie willen samen ook gewoon die moord mee gaan oplossen. Dus ga zeker eens kijken in 2020 en blijf Boanoes volgen, want wij tonen je misschien nog wel meer. Dit zijn de voornaamste headlines van afgelopen week.
after loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. Helle van der Heijden. Deze 29-jarige springend veld studeerde musicaltheater aan de Fontys Hogeschool van Tilburg. Al snel kreeg ze rollen in musicals als The Producers en Domino. Het grote publiek kent haar dan vooral als een van de studenten in De Kopmadam. Ook dankzij haar rol van de prinses Iris in de populaire Studio 100 reeks Prinsessia geniet ze heel wat naambekendheid. Vandaag doet ze ook mee in de Winterrevue en is Helle een van de most wanted actrices van het moment. Helle, we zitten hier gezellig op de kerstmarkt van Antwerpen. Doe jij graag kerstmarktjes? Ja, eigenlijk supergraag, maar ik moet eerlijk bekennen dat het de eerste keer is dat ik op de kerstmarkt hier nu ben. Ik heb het zo druk gehad de afgelopen dagen dat ik zelfs nog geen tijd heb gehad om hier rustig iets te komen drinken. Maar normaal doe ik dat wel elk jaar. Dus ik ben blij eigenlijk dat we hier vanavond de kans krijgen om even een gezellig drankje te drinken. En hoe was 2019 eigenlijk voor jou? Ja, het was weer een super druk jaar. Wat super leuk is natuurlijk, dat er weer heel veel projecten waren. Zoals Assepoester. En daarna ook nog de tournee van Assepoester. Spamalot was ook echt super leuk. Weer opnames van De Kopmadam. Dat is ook altijd wel leuk. Dat ik zo, want ik doe super graag musical en zo. Maar het is wel leuk dat je dat kunt combineren met andere projecten. En als je nu terugkijkt naar dit jaar, wat was nu het leukste dat je gedaan hebt? Oh, dat is moeilijk, maar ja, ik denk dan wel dat ik dan Assepoester ga zeggen, omdat dat dan toch ook wel heel leuk was dat ik dan de titelrol nog eens mocht spelen en zo. En dat was ook een hele leuke groep en we hebben ook nog een hele mooie tournee daarachter kunnen aanbreien. En ze waren ook heel tevreden van het ticketverkoop en zo. En dat is dan wel heel leuk dat je daar een deeltje van mocht zijn of zo. En daar ben ik wel heel dankbaar voor, dat ik dat mogen meepikken. Ja, dat vond ik dan wel misschien het leukste. En wat staat er zo op de planning voor 2020 allemaal bij jou? We gaan nog even verder met de Winterrevue. Dan gaan we nog even verder met de opnames van De Kopmadam die nu bezig zijn. En dan beginnen we met de repetities van Mamma Mia. En dat gaat ook wel heel cool worden, denk ik. Ik ga nog niet veel verklappen, maar ik heb de decorontwerpen al gezien. En het ziet er wel heel cool uit. Er gaat veel water en zo aan te pas komen, misschien zelfs. Leuke teaser. Oei, mocht ik dat al verklappen? Sorry, Stani. Daphne Palink, 31 jaar geleden geboren in Mortsel, studeerde musical aan het conservatorium in Brussel en zette haar eerste stappen in onder andere Les Miserables, Assepoester en Kuifje in de Zonnetempel. Op tv kennen we ze van de Elfenheuvel op Ketnet en als de bitch van dienst in Thuis. Recent is ze ook mama geworden van een dochtertje Ellie. Timo Descamps, 33 jaar, geboren en getogen in Kontich. Hij maakte zijn tv-debuut in 2004 met een rol in Familie. Maar hij werd vooral razend populair bij de jonge meisjes door de Ketnetreeks Spring. Daarna wisselde hij optredens, tv-werk en musical af. Zijn opvallendste rol in het theater was zijn hoofdrol in Lely's The Musical van Judas Producties. Timo woonde 2 jaar in Los Angeles en heeft nu weer zijn plekje in België gevonden. Timo, dat is hier een van jouw stamcafeetjes, denk ik, hè? Ah ja, mijn stamcafé kun je wel zeggen, inderdaad. Tram 3 hier in Antwerpen, ik vind dat de meest gezellige plek om te gaan zitten. Zeker als het buiten zo koud is. Die kerstmarkt is heel gezellig. Maar hier binnen vind ik het nog net iets gezelliger.
En ze hebben hun eigen biertje zelfs. Ja, ja, een Lizzieke heet dat dan. Lizzie is de eigenares van dit café en zij heeft haar eigen bier op de markt gebracht. Het is zeer de moeite, denk ik toch. Is het lekker? Het is heel lekker. Ja. En jullie zijn al lang bevriend. Kom jij hier vaak al eens samen met Timo? Ik ben hier al een paar keer geweest, inderdaad, ook met Timo. Ja, we zijn echt al heel lang bevriend. Ik zeg altijd, Timo is een beetje mijn broer die ik nooit gehad heb. Is mijn beste vriend. En ja, mijn broer die ik nooit gehad heb. Ja. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wij kennen elkaar al eventjes via haar zus, want ik heb met haar zus op school gezeten. Maar we hebben elkaar pas echt goed leren kennen toen we samen toevallig in familie zijn beland. Jij was 14? Nog, ja, ik denk 14 net en ik 16, ja, inderdaad. En we hebben samen auditie gedaan, ik, zij en haar zus. We zijn alle drie gecast geweest als probleemjongeren. Het was een ongelooflijk toffe tijd, hè? Typecasting, hè? Ja. Ik ben eruit gegroeid, zij nog niet helemaal. Nee, ik ben ook maar de best. Wil dat zeggen dat je ook zo'n beetje de moeilijke bent? Nee, in Jax valt dat heel goed mee, denk ik. Ze durft ook nooit iets te zeggen. Ze is heel... Nee, ja, dat heb ik wel. Ik kom wel op voor mijn mening. Maar ik denk dat dat niet slecht is. Maar voor de rest, ik ben ook wel heel gevoelig. En als er vrienden van mij problemen hebben, dan ben ik de eerste naar wie dat ze kunnen bellen. Of bij wie dat ze kunnen aanbellen of kunnen komen kloppen. Ja. Daphne is extreem loyaal. Ze gaat voor haar vrienden en haar familie door het vuur. Ja, letterlijk. Dat is wel heel mooi, hè? Ja, ik weet dat niet. Dat levert mij ook soms wel problemen op, maar ik doe dat met heel veel liefde. Maar dus als de mensen jou soms afstempelen als de slechte persoon, zoals ze die zien soms in thuis, dan ben jij dat eigenlijk niet. Ja, in thuis is het nog een ander verhaal, hè. Hoewel, ik probeer iedere keer als ik zo'n personage speel, ook wel een reden te vinden waarom die persoon zo is. Voor mij bijvoorbeeld was Christine uit thuis niet per se iemand die slecht is, maar bijvoorbeeld iemand die niet zo makkelijk verleden heeft gehad. Wat dat ze nog niet heeft kunnen verwerken en dat meeneemt naar haar toestand op dat moment. En hebben jullie nog zoiets samen kunnen spelen dan buiten familie? Hebben jullie samen op set gestaan? We hebben Spring samen gedaan. Ja, een paar jaar echt, hè? 2 jaar denk ik. Ja. Ja, we hebben 2 jaar familie gedaan. En dan hebben wij 2 jaar... En dan zijn we samen hebben we samen op school gezeten een jaartje. In de Kunstenmajora. En dan ben ik met Spring begonnen. En het jaar daarna ben jij daar ook bij gekomen, hè? Ja, de 2 laatste seizoenen heb ik nog meegedaan. Ja, we hebben eigenlijk al heel vaak samengewerkt. Ja. En zijn er nog toekomstplannen samen? Eigenlijk, wij moeten daar werk van maken. Ja, dat is echt waar. Nee, eigenlijk te lang geleden. Nee, ik was dat eigenlijk net aan het denken. We gaan dat doen. Je hebt een theater. Het is het moment. Dat is waar. We gaan dat doen. We gaan dat doen. Bij deze, 2020. 2020? Dat is precies snel. Maar we gaan ons best doen. Jullie weten het als eerste. Ja.